Vanavond was de derde en tevens beslissende wedstrijd wie er door zou gaan in de halve finale tussen Heijs en Amsterdam. Na een zinderende wedstrijd hebben de mannen van coach Chris Eimers gewonnen met 9-3. Naast me zoals altijd onze coach Chris, van harte gefeliciteerd. Ik hoorde je net zeggen, we hebben ze kapot gespeeld. Nou, over drie wedstrijden zeker. Ik denk dat zij vandaag niet meer de energie hadden om ons partij te bieden zoals ze wel konden in de eerste twee wedstrijden. Maar eigenlijk was het een wedstrijdje te veel, hè? Voor Amsterdam wel. En voor ons niet dan? Nou, wij zijn fysiek beter dan zij. Maar ik bedoel, erop hadden we het niet al in twee wedstrijden moeten beslissen. Nou, kijk, als je kijkt naar de laatste twee, of de wedstrijd 1 en wedstrijd 2 in deze serie, zijn we zeker in beide de eerste en de tweede periode zijn wij het betere team. Maar je moet een wedstrijd ook in het slot gooien en dat heeft ook te maken met een beetje gochme. Maar dat hebben we gewoon niet goed gedaan. En dan, ondanks dat je 3-0 voor staat, dan dat vind ik wel dat Amsterdam de wedstrijd zondag in overtime dan verdiend wint. Dat het aan ons ligt, dat is wel duidelijk. Maar zij hebben een manier gevonden om zondag te winnen. En dat hebben wij niet goed gedaan, zij wel. Maar het is een serie. En dat hebben wij. Wij hebben vandaag heel goed geantwoord op de nederlaag van zondag. Als ik zeg de eerste en de derde periode van ons waren uitstekend, wat zeggen jullie dan? Nou, dat je er langzaam meer verstand van begint te krijgen. Dus uw woorden helpen dan toch een klein beetje? Nou, ik vond onze tweede periode ook wel goed. Alleen had je bij hun tweede goal, dat zag je eigenlijk een beetje aankomen. En eigenlijk zag je ook weer een beetje wat we in wedstrijd 1 en 2 het probleem was. De afstand tussen aanval en verdediging werd te groot. We kregen de puck niet meer goed het vak uit. En zo'n goal zie je eigenlijk aankomen. Ja, en dan ga je toch wel denken van oké, toch niet weer. Maar gelukkig reageerden ze snel en goed. Dus ik vond het over het algemeen. Dat je een mindere fase hebt in een wedstrijd, dat is altijd logisch. Maar over het algemeen hebben we vandaag gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Oké, we houden het kort vandaag. Ik wil één straf eruit pikken. En dan moet hij me daarbij verbeteren, omdat ik er iets meer kijk op gaan krijgen. Maar als er een speler met bloed op het ijs ligt, is dat dan niet altijd een dubbele minor of een 5 minuten? Ja, volgens mij niet altijd. In het geval van een high stick wel. Ja, maar hij kreeg geen high stick, maar volgens mij roughing. En dan is het volgens mij niet standaard dat je 4 minuten krijgt. Oké, daar hadden we het over op de tribune. Wij dachten allemaal dat het dus een dubbele was of 5 minuten. Hey, dan gaan we een vrijdag een team krijgen waar we in principe nog nooit van gewonnen hebben. Dat gaat dus lastig worden. Nou, dat wordt zeker lastig, want zij waren nummer 1 in de andere pool. Ze zijn de regerend kampioen. En zij hebben één lijn van buitengewoon hoge kwaliteit. De Morgenlijn? Ja, maar die spelen dan weer niet bij elkaar. Maar laten we dan. Of die spelen niet bij elkaar in de eerste wedstrijd. In de wedstrijd die we daar speelden. Maar ze staan wel bij elkaar op de powerplay. Maar dat zijn wel twee jongens die het verschil maken. Dan hebben ze twee goede buitenlanders. Maar ik denk. Ik denk wel dat we daar kans maken. Het is wel zonder dat we vandaag hebben gespeeld, want dat heeft natuurlijk wel onnodige energie. Ja, onnodige energie. We komen ook van een Final Four weekend. Met uiteindelijk een teleurstelling. Dan doet je lichaam ook altijd iets meer pijn dan wanneer je wint. Dus de medische staf kan aan de bak. We zullen morgen vrij zijn, donderdag rustig trainen. En dan in een playoff serie is er vaak één verrassing. En ik denk dat dit wel eens een verrassing kan worden. Dat zijn hele bemoedigende woorden voor onze fans. Coach, het is heel kort deze keer. Ik ga u heel veel succes wensen een vrijdag. En we gaan ervan uit dat we vrijdag een geweldige mooie wedstrijd gaan zien. Dat gaat zeker gebeuren. Alsjeblieft. Dankjewel. Naast me één van de twee broers van de schuit, zeg maar, deze keer Raymond. Raymond, gefeliciteerd met deze geweldige overwinning. Hoeveel kracht heeft dit gekost? Ja, nou, allereerst bedankt in ieder geval voor de overwinning. Ja, nee, wij bedanken jullie. Hè? Ja, tuurlijk, maar ja, we moeten het wel even doen. En, het heeft natuurlijk wel kracht gekost. Het is fysiek,
Het zijn vijf wedstrijden in 8 dagen. Dat gaat toch wel een beetje van je lichaam wat vereisen. En dat zie je ook wel bij sommige jongens. Is het gewoon, het doet pijn. Pijntjes komen nu opzetten. Ja, die krachten, als je wint, dan doet alles een stuk minder pijn, hè, als je verliest. Kan je me nog vast een verrassing verklappen? Ik weet niet wie dat weet, maar morgen zijn jullie vrij. Ja, ik hoorde net in de kleedkamer. Lekker rustig dagje, toch? Hey, kunnen jullie iets verwijten dat je nog een derde partij moet spelen? Ja, alleen onszelf. Dat is het probleem. We hebben gewoon van onszelf verloren de tweede wedstrijd. Jammer. We hadden deze wedstrijd eigenlijk niet hoeven spelen, maar het zij zo en we hebben deze gewoon gewonnen. Dus op naar de volgende. Dan wil ik het eventjes hebben over Joey. Die komt straks. Moeten jullie Joey niet een gigantisch compliment geven dat hij zich zo heeft ingehouden 3 wedstrijden lang? Ja, tuurlijk. Maar hij weet dat Amsterdam, hij komt daar vandaan. Misschien zijn er wat dingetjes onderling. Hij heeft dat goed opgepakt, gewoon professioneel. Vond het van Amsterdam niet netjes? Nee, maar ja, wat verwacht je dan als ze gaan verliezen? Dan gaan ze die dingen doen en proberen ons uit de wedstrijd te halen. Misschien toch nog een winst mee naar huis te nemen. En, bij Joey is dat in ieder geval niet gelukt en bij de rest ook niet zo. Dus ja, dit is het einde voor hun dan dit seizoen. Hey, even over jezelf, hoe vind je het gaan met je op het moment? Ja, gaat wel lekker. Gaat zijn gangetje. Af en toe mag ik sommige kansen die mag ik nog wel afmaken. Maar... Ik zal even refereren naar afgelopen vrijdag. Ik denk dat Pukkie in die handschoen van die keeper, ik denk dat je dacht van dit bestaat niet, dat hij nog in. Ik dacht die kan hij nooit hebben, maar het was een mooie save, daarvoor had ik 2 keer gescoord en ik denk nou die andere, dat was de moeilijkste van de 3 en die had hij heel mooi, dus ja. Het zei zo, het is niet altijd geluk. Hey, een vrijdag Erentals, hoe schat je, ik heb het net aan Chris ook al gevraagd, hoe schat je onze kans in? Onze kansen zijn heel goed, vooral thuis. Vooral thuis hebben wij gewoon een groot voordeel, we zijn heel sterk thuis. Erentals is een heel andere ploeg. Maar we kunnen van iedereen winnen en we gaan gewoon voor all the way naar de finale. Dan de finale vraag. Waarom protesteerden er zo weinig gasten dat die keeper, ik stond toevallig achter de goal, die puck zo net achter de doellijn vandaan haalde? Nou, ik stond ook achter de goal en voor mijn gevoel, in ieder geval wat ik heb gezien, was dat hij de hele tijd op de lijn lag. Hij lag wel los, alleen hij floot dan omdat hij niet meer zag. Hij zegt, ja, als ik de puck niet meer zie, dan kan ik niet anders dan affluiten. Ja. Helaas. Gelukkig hebben we 9 anderen gescoord, dus dat is genoeg. Hey, Schout. Hey, we gaan een vrijdag gaan we jullie zien tegen Herentals. Ik ga je heel veel succes toewensen. Yes, en ik denk dat er een vrijdag weer een volle bak zit. En we gaan, dat hoop ik wel. Dat steunt ons altijd heel erg. Want vanavond zat er niet zo gek veel. Of minder publiek is anders. Maar ik vond het publiek heel... nadrukkelijk aanwezig vanavond. Ja, ze leefden goed mee. Het is een dinsdagavond. We verwachten ook niet dat hier heel veel kinderen zijn die er nu zijn. Iedereen moet morgen gewoon naar school werken. Zeg het maar. Dus, ja, ik ben blij dat er nog zoveel mensen kunnen komen en willen komen naar ons komen kijken. Hey, super. Heb je nog wat te zeggen tegen je moeder? Ja, tegen mijn moeder, ja. Zou ik moeten zeggen. Mama, ik hou van je. Altijd. Ik hou altijd van mijn moeder. Is goed, jongen. Hey, bedankt. Naast me denk ik een van onze beste spelers van de afgelopen weken, Joey Oosterveld. Joey, van harte gefeliciteerd met de ruime overwinning op Amsterdam. Ik moet je ten eerste een groot compliment geven dat je tot 10 minuten voor tijd 3 wedstrijden zo gigantisch hebt kunnen beheersen. Ja, nou ja, ik denk dat het er een beetje bij hoort. En in de play-offs weet je dat. Misschien nu met Amsterdam... had ik het ook wel een beetje verwacht al. Een aanzien komen dat het, ook als je naar de andere wedstrijden kijkt tegen ze. Maar ja, Zat er nog wat oudsher? Dan moet je aan hun vragen. Ja, nee, nu vraag ik het aan jou. Ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen dat zelf kan beoordelen als ze naar de wedstrijden kijken. En naar wat er gebeurt. Of de oudsher zit. Nou, bij mij... Ik zou je zeggen dat het publiek... Ik denk het publiek het voelde en je ook voortreffelijk steunde. Want ik vond het eigenlijk, bij mij ging zeg maar mijn tenen gingen kriebelen, zeg maar ik vond het een beetje min. Ja, nou ja. Laten we verder, zullen het verder maar niet over. Laten we zeggen, het is play-off gedrag. Ja, je kan er alles van vinden en... Je weet, de andere wedstrijden tegen de andere teams zal ook vaker in de strijd gaan. En dan zal je ook dat soort dingen, misschien nu iets meer. Maar, ja, in de strijd gaan maakt niet zozeer uit, maar wel het zoeken naar 1 speler. Ja, nou ja. Zijn meneer Polman je nog gedachten in van het ijs afging? Ik,
Ik was al eerder van het ijs af, hè? Dus toen dat ik naar de kleedkamer liep, toen zei hij nog iets. Maar of dat gedag zeggen was, dat weet ik niet. Nou, volgens mij zei hij gewoon, joh, even douchen of zoiets. Hey, de reden van de mindere tweede periode? Ja. Jullie zakten een beetje in, leek wel. Ik denk, eerste paar minuten, eerste 10 minuten misschien van de tweede periode. Toen was het ja, even wat minder. En misschien kwam het ook weer door de voorsprong. Maar ja, nu pakten we het wel weer goed op. En in de andere wedstrijden tegen ze was het in de derde periode een beetje. Als we ook die voorsprong hadden. En, maar ja, daarvan moeten we nu leren. En ik denk dat we dat daarna ook wel hebben laten zien. Dat we het gewoon weer op kunnen pakken. En dat moeten we volgende wedstrijden tegen Herenthal echt vasthouden. Ja, en dan zie je, schat je onze kans in? Goed. Laat ik even zeggen dat volgens mij hebben wij in de Beneliga nog niet van Herenthal gewonnen. Nee, maar ja, play-offs en play-offs. Het gaat nu weer over 3 wedstrijden. En weet je, je kan natuurlijk in dat opzicht kan je kijken van en dan kan je zeggen van nou ja, ze hebben het voordeel en de overhand. Maar ja, met dit team kunnen we een heleboel laten zien. Weinig straffen pakken, dus dat die powerplay-line van nu niet in stelling komt? Nee, tuurlijk. Dat is ook een belangrijk ding. En dat hebben we tegen Heerenveen vorig weekend en de andere wedstrijden tegen Amsterdam. Tegen alle teams is dat belangrijk. Penalty-killing is uiteraard vrij goed de laatste wedstrijd. Het draait goed, maar ja, als je geen staf hebt, dan hoef je ook niet goed te killen. Oké, hey, we laten het hierbij. Vrijdag heel veel succes. Ik wil je nogmaals, ik wou je eigenlijk een soort steunen. Ik vond het zielig. En, Nee, absoluut niet, want je gaat er zelf ook eens en wat zegt u? Dus de coach gaf daar een brul. Maar we laten het hierbij. We wensen jullie een vrijdag heel veel succes. En we gaan daar eens een keertje dat Herenthal pakken. Gaan we doen. Oké, dan. Dank.